Stoepranden, je kent het misschien nog van je eigen jeugd. In Beuningen namen kinderen het woensdag tegen elkaar op in het stoepranden toernooi. Het doel van het toernooi is dat we vooral de kinderen weer lekker naar buiten krijgen. Van het beeldscherm, van de tablet, van de game spellen en gewoon lekker buiten spelen. En weer even laten voelen dat gewoon bewegen gewoon hartstikke goed is voor ze. Ja, op zich wel leuk dat je toch nog wel kan winnen en dat je soms ook prijzen kan gaan krijgen. Dit is leuker dan gamen. Dat vind ik wel een leuk idee, want dit is eigenlijk meer een spel wat ze vroeger heel veel deden. En nu gaan kinderen binnen spelen en zo en gamen. Dat is eigenlijk wel ook wel goed of zo. Ja, ik vind het leuk. Leuk dat ze het bedacht hebben. Ik vind dat ieder kind fit moet zijn en een kans moet hebben om dat te worden. De regels van het spel zijn nog niet zo eenvoudig. Je moet eigenlijk gewoon ballen gooien en dan moet je bij je stoeprandje blijven staan. En als je het moeilijk vindt, dan mag je op de stoeprand gaan staan en gooien naar de andere stoeprand. En komt die terug, heb je een punt. Als die gelijk terugkomt door de lucht en 2 punten. En als die door de lucht terugkomt en je vangt hem op de straat, dan heb je ook 2 punten. Maar dan kan je vanaf daar verder gooien. En je gooit hem nog een keer, tot je steeds dichterbij komt bij de andere man. En je gooit hem dan mis, mag degene die aan de overkant staat jou afgooien en dan verlies je dus al je punten. Meedoen is leuk, maar de deelnemers willen ook heel graag de prijs winnen. De kinderen kunnen een mooie bal winnen. Denk je dat je gaat winnen? De volgende wedstrijd denk ik wel. Alleen, nu heb ik even ongeluk. Nee, want het was dit al 38-10 en toen dacht ik, oké, laat maar. Ja, maar Liv is ook best wel goed. Dus ja, daar ga ik nooit tegen winnen. Ik denk het eigenlijk wel, want ik heb nu 2 keer gewonnen, wel zeg maar met groot verschil dus. Ik denk het eigenlijk wel. En vind je het alsnog wel heel leuk? Ja. Dus ga het gewoon weer meedoen? Ja. Denk dat je volgend jaar ook mee gaat doen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, het is leuk. Ik vind dat ze zo door moeten blijven gaan.